Yo mensen, het is je boy Dylan hier. Zoals jullie zien, ik ben net gedoucht. Maar waarom heb ik nu eigenlijk een Belgentruitje aan? Waarom zou ik dat aan hebben? Omdat we een preview van het WK 2018 doen. Dus de Belgen zijn gekwalificeerd voor het WK 2018. En ja. Ze gaan spelen op WK. De eerste match is met 18-6 tegen Panama. Wat gaan ze daar doen tegen Panama? Ik weet eigenlijk niet wat ze gaan doen tegen Panama. Ik denk binnen tegen Panama. Dan op 23-6, in 2 uur in de namiddag, is het tegen Tunesië dat we moeten. Gaan ze ook tegen winnen, geloof ik. En dan is het Engeland-België. Tegen Engeland wordt het moeilijk. Dat is op 28-6 om 8 uur 's avonds. Het moet zeker haalbaar zijn van de tweede plek in de poelen. Zeker haalbaar zijn van de tweede plek in de poelenfase. Dan stoten we nog door, geloof ik, naar de achtste finale. Dan de kwartfinale als we die winnen. Dan halve finale. Wedstrijd op de derde plaats. De finale zal voorzien zijn op 15-7 om 5 uur. Dit is het WK in Rusland. Dus daar zijn de uren altijd wat vroeger. Dus de wedstrijd op de derde plaats is op 14-7 om 16 uur. Ja, de halve finale is om 10-7 en om 11-7. Allebei om 8 uur 's avonds. Dat moet eigenlijk wel haalbaar zijn. Moet haalbaar zijn om de poelenfase door te geraken. En nu, morgenmiddag om 12 uur, het is nu natuurlijk zondag. Om 12 uur morgenmiddag maakt de bondscoach Roberto Martinez in het auditorium van het Nationaal Oefencentrum in Tubeke zijn 23-koppige selectie en 12 reserve voor het komende WK in Rusland bekend. Ik ga dat sowieso volgen. Het zijn sowieso. Het is sowieso een moeilijke beslissing. En ja. Het is een heel moeilijke beslissing voor de bondscoach, dat begrijp ik ook wel. Aangezien de spelers in verschillende competities spelen, moet hij ook naar die verschillende competities kijken. En ja, eerst is er de Open Interland tegen Portugal op zaterdag 2 juni. Dan zijn er nog de oefenwedstrijden tegen Egypte op 6 juni en Costa Rica op 11 juni. En dan is de selectie op 13 juni weg naar Moskou. De WK wacht in groep G Panama, 18 juni in Sochi, Tunesië 23 juni in Moskou, Engeland 28 juni Kaliningrad. Ik bedank jullie voor het kijken en zie jullie zo snel mogelijk terug. Bye bye.